Yo mensen, mijn naam is Job en welkom terug op het kanaal Job naar de Top. En vandaag rijd ik de ronde van Ozaan en de ronde van De Lier. En laten we beginnen met de ronde van Ozaan. Ja, succes hè. En kijk even uit, want het gaat zo regelen denk ik jongens. De ronde van Ozaan was een klein rondje van ongeveer 900 meter. Er stonden ongeveer 50 man aan de start. Uiteraard was de start weer op loting en ja, mocht ik gewoon weer als laatste starten op een of andere manier, tenminste achteraan in het veld starten. Dus ja, de loting zat weer niet mee. Maar dat maakte niet heel veel uit, want ja, ik ging gewoon mijn best doen en probeerde zo snel mogelijk voor in het peloton te komen. Nu ging het echt gelijk vanaf het begin echt knijterhard en duurde het echt wel 3-4 rondjes voordat het eindelijk een keer een beetje stil viel. En op die manier, toen het stil viel, ben ik ook wel gelijk naar voren gegaan. En toen zag ik dat mijn broer in de verte ja, op een kleine voorsprong lag. Dus toen ja, heb ik gewoon even een rondje rustig aan vooraan op kop gereden. Wel een beetje tempo erin gehouden, maar in ieder geval niet het gat om mijn broer dichtrijden. En op die manier ja, zat ik redelijk goed in de koers. Het rondje, ja, zoals je kan zien, linksboven in het beeld, was best wel, ja, 4 keer naar links en 1 stuk was echt wel meewind en het andere stuk was echt tegenwind. En op zich werd er best wel hard gekoerst. Vanaf het begin waren er al gelijk veel aanvallen en zo wist Guillaume Visser weg te komen. En wist mijn broer samen met Stef Krul weg te komen. Dus ja, die gingen proberen om achter Guillaume aan te gaan. En ja, in ieder geval niet ingehaald worden door het peloton. Het tempo lag op zich redelijk hoog net in het peloton. Maar ja, niet hoog genoeg om naar de jongens toe te rijden. Uiteindelijk wist Guillaume Visser het peloton te dubbelen in zijn eentje. Dus ja, op een gegeven moment kwam hij gewoon in het peloton. En begon hij eigenlijk ook gewoon weer op kop te rijden in het peloton. En op die manier probeerde hij weer, ja, eigenlijk een nieuwe groep te laten ontstaan ja, vanuit het peloton. Terwijl hij ons al had gedubbeld, zeg maar. En ja, ik probeerde natuurlijk, ja, goed bij die groep te komen. Maar op een of andere manier, ja, zat dat niet echt mee. En elke keer al viel ik aan, dan was het een slecht moment. Waardoor het hele peloton een soort van in mijn wiel zat. En ja, als het dan weer stil viel, dan viel er weer iemand aan. En die kwam dan wel weg. En zo ontstond er uiteindelijk nog een groep. En die groep is niet helemaal naar de finish gereden met z'n allen. Er zijn er nog 2 afgedwarreld. En op die manier moesten we nog 4 ronden en zag ik iemand wegspringen. Dus ik dacht, dit is mijn moment. Ik moet nu ook gewoon volle bak meegaan. Er waren net al een paar aanvallen geweest. Dus ik dacht, nu moet ik gewoon volle bak gaan rijden. Om ja, bij hem te komen en hopelijk met z'n tweeën naar de finish te rijden. En ze nemen haar aan. Er wordt genemereerd vanuit het peloton. Misschien nog op jacht naar de nummers 2 en 3. Kregen we best wel een gat en ja, ging gewoon volle bak rijden. Ik moest eerst naar hem toe komen natuurlijk en daarna ja, ging ik met hem draaien om proberen voor het peloton te blijven. Kom op mee, Job! Kom op Job, ga door! De peloton krijgt de bel voor de laatste ronde en we sprinten in een rechte lijn straks. En deze mannen finishen op 2. Ik reed samen met Maarten Vierhout weg dus. En hij zei op een gegeven moment tegen mij: dus ja, toen ging ik natuurlijk het laatste stuk tegenwind gewoon nog even volle bak rammen om voor het peloton te blijven. En ja, moest ik alleen nog maar 2 keer naar links. Van Bovenijn sprint deze mannen. Met Job van Onderhand erbij. Ja, heel goed. Kijk op, oké man, lekker. En hier wordt gesprint. Heel goed. En op die manier wist ik 7e te worden in een criterium.
eindelijk een keer even een top 10 kunnen rijden. Op KMU staat 6e, maar ja, volgens mij is er iemand niet goed geclasseerd. Dus ik hou het gewoon lekker op 7e. Maar 6e, 7e. Het is in ieder geval een top 10. Dus dat was echt wel even een lekker gevoel om gewoon ja, even een keertje goed mee te doen met de koers. Veel kunnen aanvallen. En ja, een keertje in de top 10 te rijden in een criterium. Bram Kras op de 2e plaats. Van Hinden, gefeliciteerd nogmaals. Ik zie jullie ongetwijfeld. De koers van Ozaan was op zondag. En toen had ik maandag even rustig aangedaan. En ging dinsdag weer in koers rijden in De Lier. En dit was echt wel een flinke kermiskoers, want hier was echt heel veel publiek en ja, het was echt een goede sfeer langs de kant, dus dat was echt heel erg leuk. Ja, oké. En er stond echt een heel goed deelnemersveld aan de start. Het was ook echt een heel ander rondje dan Ozaan, dus ja, het ging echt een hele andere koers worden. Er stonden 4 jongens van Volker Wessels aan de start. En ja, er werd gewoon echt enorm hard gekoerst. Eigenlijk vanaf het begin af aan werd er gewoon hard gereden. Op zich, iedereen die aan de start stond, kon ook wel hard rijden. Dus ja, er vielen ook niet heel veel jongens vanaf. Dus er vielen ook niet heel veel gaten. Ik had op het begin best wel dat ik een beetje moest inkomen in de koers of zo. Met ja, hoe hard ik moest aanzetten om bij het peloton te blijven. Dus ja, het was gewoon echt wel zwaar op het begin. En ik maakte het mezelf ook wel zwaar, zeg maar. Waardoor ik kwam elke keer een beetje op een gaatje van het peloton. Waardoor ik elke keer ja, echt wel hard moest aanzetten. Maar ja, ik geef natuurlijk nooit op. Dus ik bleef gewoon ja, maar aanzetten en maar aanzetten. En ja, dat was eigenlijk de hele tijd een beetje mijn koers. Ik bleef maar gewoon aanzetten en ja, bij het peloton blijven. En het lukte me niet echt heel goed om mensen in te halen. Want ja, op de momenten dat het stil viel, kon ik er ook niet echt langs. Omdat het meestal dan breed uitging. Dus dan vond ik het ook lastig om plekjes te pakken. Dus ja, ik zat eigenlijk de hele tijd een beetje van achter te koersen. En ja, dat is natuurlijk niet ja, waar ik wil koersen. Harry Tenfield van Tour de Titema zich liet afzakken. En hij zei tegen me dat hij zijn kruid wel een beetje had verschoten. Dus ja, hij ging ook achteraan rijden. En toen op een gegeven moment zei hij van, ja, waarom rij jij niet vooraan? Dus zei ik, ja, ik vind het lastig om vooraan in het peloton te komen. Dus toen stelde hij voor om me te gaan helpen om naar voren te komen in het peloton. En ik moet zeggen, hij kon het aardig goed, want ik was echt binnen no time, zoals je kan zien, voor in het peloton. En eenmaal voor in het peloton aangekomen, ja, sloot ik aan bij de 2e positie en er reed eigenlijk iemand op kop die gewoon de hele tijd het tempo gewoon ja, op 1 tempo hield, zeg maar. En ik besloot op de finishstraat om hem heen te gaan en toen reed ik best wel een goede bocht, waardoor ik eigenlijk een soort gaatje had op hem. Dus toen besloot ik ook maar gewoon gelijk aan te vallen, want ik dacht, ja weet je, ik zit nu toch vooruit in het peloton, laat ik gewoon gelijk aanvallen. Helaas was dit een korte poging en ben ik al snel teruggepakt, dat het logisch was. Maar toen sloot ik wel gewoon weer vooraan in het peloton aan. Tot het weer een beetje stil viel en iedereen weer helemaal om me heen kwam. Dus toen zat ik gewoon weer achteraan in het peloton. En toen zei Harry tegen me van, Job, we gaan het gewoon nog een keer doen. Dus toen zijn we nog een keer samen naar voren gereden. En heeft hij me gewoon nog een keer naar voren gebracht. Maar toen was het echt een stuk lastiger om echt goed voorin te blijven. Want het bleef maar hard gaan in het peloton. Want ja, we gingen richting de finale van de wedstrijd. Dus ja, het lukte me niet echt om nog steeds goed voorin te blijven. En ik vond het best wel een chaotische sprint. En iedereen ging echt wel strijden voor de plekjes. En ik dacht eigenlijk van,
Weet je, ik heb hier mijn koers uitgereden en ik heb de koers weer een beetje in de benen. Het was echt wel een harde koers ook. We hadden over dit rondje 45 gemiddeld gereden. Dus ja, het was ook echt wel een harde koers. Dus ik was op zich best wel tevreden, al reed ik gewoon uit. En ja, het maakt niet heel veel uit, al reed ik dan uit achterin het peloton. Het liefst hoop je natuurlijk dat je iets meer naar voren zit. Maar ik werd uiteindelijk 32e. En daar was ik op zich helemaal tevreden mee. Bram had wel een goed weekend, want die werd dus in Ozaan tweede, zoals je had kunnen zien. En hier in De Lier werd hij derde. Dat was echt wel een enorme knappe prestatie. Dat hij weg wist te komen met Timo de Jong van Volker Wessels. En Guillaume Visser, die dus in Ozaan won. En Bram werd dus derde. Dus ja, dat was gewoon best wel steady. Best wel goed. Wat je wel merkte was echt wel dat Volker Wessels gewoon goed samenwerkte. En op die manier hadden ze wel elke keer, dat kon ik wel gewoon zien, zeg maar, van achter. Dat ze wel elke keer een mannetje gewoon mee hadden. En ja, het zijn ook professional B-rijders. Dus dat is op zich ook wel relatief logisch. Dus ja, op zich prima koersen. Best wel tevreden over hoe die twee koersen zijn gegaan. Voor nu ga ik de video afsluiten. Als jullie meer content willen zien, abonneer dan zeker even op het kanaal. Doe even een duimpje omhoog. Reageer als je daar zin in hebt. En als je een reactie achter wil laten, als je vragen hebt, laat het vooral weten. En dan zeg ik voor nu, adios!